Nou, van harte goeiedag kijkers en welkom bij het eerste verslag vanuit Curaçao. En we praten dus over het verslag van Carnaval Curaçao 2018. En dit initiatief heb niet ik genomen, maar er zijn een aantal instanties die dit initiatief hebben genomen. Laat me de mensen beginnen voor te stellen waarmee ik hier samen sta. Helemaal aan mijn rechterhand zie ik Horacio Indiaan, de manager van Y2Media. Naast mij staat Jan Yapchong, hij is van Dynasoft. Links van mij in geel shirt staat Tokai. Dat is Reginald Tokai van de Curaçao Tourism Board. En helemaal aan mijn linkerhand, de enige dame in het geheel, staat Meryl Maas, die natuurlijk hoort bij Horacio en Y2Media. En het is goed dat ATV die samenwerking is aangaan met deze instanties om u in de gelegenheid te stellen om te zien wat er hier gebeurt op Curaçao bij Carnaval 2018. Laat me even beginnen met Jan. Jan. Je hebt het initiatief genomen om deze uitzending tot stand te brengen. Waarom vind je het belangrijk dat Carnaval van Curaçao in Suriname gezien wordt? Om een samenwerking met Suriname Curaçao te stimuleren. En ik denk dat de Surinamers ook een plezierige mensen zijn. Zullen het echt leuk vinden om ook hier bij te zijn, om ook het feest te komen vieren. Dankjewel Jan, dan ga ik naar mijn linkerhand. Daar staat Reginald Tokai. En ik zal u zeggen, dat is onze gids. Hij is verbonden aan de Curaçao Tourism Board. We hebben contact gehad met mevrouw Janine de Wind van de Curaçao Tourism Board. Zij heeft Reginald ter beschikking gesteld van ons. Hij doet een super job. Reginald, hoe gaat het met je jongen? Oh, lekker hoor. Prima. Jij begeleidt ons. Vertel, waarom vindt de Curaçao Tourism Board het belangrijk om ons te begeleiden, zodat in Suriname gezien wordt wat er hier gebeurt? Weet je, we zijn bezig internationaal dit aan het promoveren. Dus we willen meer Surinamers hier komen om ons carnaval mee te leven. Want we hebben Surinamers hier wel aan het leven, maar niet zo veel. Maar we weten nu dat Suriname via jullie kanaal het nu ziet dat hey, onze carnaval is een mooie carnaval. Dat we hopen dat meer Surinamers hier op Curaçao volgende jaar, misschien morgen zelf, volgende jaar hier komen om gewend te worden. Nou, u heeft het gehoord van de man himself, Reginald, doet een geweldige job. We gaan u nu dus laten genieten van wat zich hier allemaal afspeelt. Carnaval duurt een aantal dagen. We hebben wat vooropnames gedaan van tienercarnaval en van carnaval in Bandabouw. En dat kan u zeggen, we love Bandabouw. We gaan even terug naar opname die we voorheen hebben gemaakt. Afgelopen vrijdag bij tienercarnaval en afgelopen zaterdag de Bandabouw. Bij op Curaçao en je dus lekker Surinaams-Javaans eten, dan moet je komen naar JPF's keuken. Waar staat JPF voor? Nou, dat is puur Surinaams, want dat komt voor op ons wapen. Justitia Pitas Fides. En als je naar de JPF keuken komt, dan vind je daar Ruby's Eethuis. De lekkerste Javaanse gerechten bereidt Ruby. We gaan zo meteen naar binnen, praten met Ruby en kijken wat zij allemaal te bieden heeft. Nou, dan stappen we Ruby's Eethuisje binnen om een babbeltje te maken met de vrouw waar het allemaal om draait. En daar staat ze. Hallo, hallo Ruby. Hallo, goedenavond. Alles goed met jou? Ja hoor. Goed, we zijn hier om met jou te praten over dit welbekend eethuisje, Ruby's Eethuisje. Vertel, wat hebben jullie allemaal aan te bieden? We hebben Surinaams-Javaans eten en de normale dingen, rijstbruine bonen, pindasoep, telo bakkeljauw, bami, nasi. Ja, die sotosoep vooral. En het allemaal hier op Curaçao. Wat gaat het makkelijkst over die toonbank? Oh, je wil het niet geloven. De moeilijkste dingen die we denken dat Antillianen niet weten, ze weten het. Rijspom, pindasoep, die gaat heel hard. En ze weten, de mensen van hier die kennen echt Surinaams eten goed. Dat zien we in elk geval aan de drukte hier in jouw zaak. En elke zaak heeft natuurlijk iets speciaals. Wat maakt Ruby's Eethuisje zo speciaal? We hebben elke dag vers eten. Elke dag. Op is op. En de mensen die bestellen dan vroeg en komen het na het werk ophalen. Want anders krijgen ze niks meer. En omdat ze dat weten, dan is de aanloop natuurlijk wat meer. Wil je dus lekker Surinaams-Javaans eten, dan moet je zijn bij JPF, bij Ruby's Eethuisje. Ruby's Eethuis heeft de lekkerste saté. Sowieso, sowieso. En Surinaams ook, Javaanse satés. De echte. Ruby namens Dynasoft Suriname en multi,
Computing International Curaçao. Geven we je een cadeau. En een kokosboek uit Suriname. En om je gerechten uit te breiden. En een calculator om meer te berekenen. Oh mijn god. Alsjeblieft, ik zet voor je een... Kijk jongens. Nou. En de calculator erbij. En net de calculator. Ja. Dankjewel. Ja, oké. Okay. Dit is een mooie test voor jou. En een verhandigheid aan jou. Alsjeblieft. En hartelijk dank voor je medewerking. Voor een aangenaam en comfortabel verblijf op Curaçao moet u zijn bij Sandy Apartments. Het gele gebouw aan de Franklin Rooseveltweg 11 tot en met 13 te Palo Blanco. Ze hebben studio's, 1-persoonskamers en ruime 2-persoonskamers met bad en toilet. Sandy's Apartments heeft dus appartementen van verschillende grootte. En dit is de grootste die er is. Een hele ruime woonkamer, annex keuken en eettafel. Nou, dit appartement heeft verder 2 kamers. Dit is de master bedroom met een king-size bed en een 1-persoonsbed. En daarnaast voldoende ruimte om je te bewegen. Verder is er een 2e kamer die voorzien is van 2 2-persoonsbedden. En ook in deze kamer is er voldoende ruimte om te doen wat je wil doen. Naast de hele grote kamers heb je ook nog double bedrooms met 2 2-persoonsbedden. Voldoende ruimte. 1 televisietoestel. Een kleine koelkast. En natuurlijk alle kamers voorzien van bad en toilet. En dit is dan het nieuwste appartementsgedeelte dat is bijgebouwd. Een fantastische kamer met 2 slaapkamers. Maar wat hem zo bijzonder maakt, is de super view, het super uitzicht dat je hebt op de Franklin Rooseveltweg. En dat is heel handig bij onder andere het carnavalsfeest. Tech Tours en Travel Service gaat verder, verder met mogelijkheden. U kunt bij ons uw reis op uw gemak boeken, de buitenlandse reis, cruiseboekingen, autoverhuur, visumaanvraag en reisverzekering worden door ons perfect geregeld. Ook voor uw binnenlandse tours, het huren van luxe en comfortabele appartementen in Suriname, bent u bij ons terecht. Met Jack Tours en Travel Service reist u veilig en zeker rond de hele wereld. Geen bestemming is ons te ver. Wij zoeken voor u de beste hotelkamer volgens uw wensen. Uw vliegtickets en alle formaliteiten maken ook wij in orde. Een auto huren op uw locatie, ook dat regelen wij. Jack Tours still makes the going great. Boek bij ons. Ruime parkeerplaats, IATA en ASRA gecertificeerd. Jack Tours and Travel Service, Dr. Sophie Redmondstraat, 113. Find us on Facebook. Bent u op Curaçao en wil u genieten van de lekkerste Surinaamse en Indonesische gerechten? Dan moet u zijn bij Chelsea's en Surindo Restaurant. Ze staan aan de hoek Stoppelweg 10A, weg naar welgelegen Otrabanda. Asha, als we op jullie menulijst kijken, dan zien we dat het heel uitgebreid is. Wat voor eten verkopen jullie allemaal? Wat wij als gerechten verkopen is nasi bami, roti, rijstpong, nasi ramenskip, pichel, zoutensoep. Eigenlijk alles hele uitgebreide menu. En wat gaat het soepelst over de toonbank? Het meest wordt nasi bami met Japanse kip, roast chicken, pom, eigenlijk van alles. Het is heel veel op te noemen. En dan is het nu carnavaltijd. Ik denk dat jullie iets speciaals doen met carnaval. Ja, met onze carnavalstijd hebben we een speciale gerecht samengesteld.
En dat is met nasi, bami, Japanse kip, rooschikker, kijk, saté, groenten, sambalfrietjes, eireepjes, komkommersalade en pika. En dat is maar voor 22 gulden in de periode carnavalstijd. En er zijn er natuurlijk een heleboel plekken die die gerechten verkopen, maar wat maakt Surindo restaurant zo apart? Nou, Surindo doet het werk met liefde en wordt met liefde geserveerd aan de klanten. Namens de Multicomputer in Curaçao en derde Suriname bieden wij natuurlijk cadeautjes aan. Een mooi kokoskookboek uit Suriname en een calculator om je berekeningen te maken. Nou, alsjeblieft. Dank en ze doet het in een mooie dagje voor u. Ik zou zeggen met jullie hele team hartstikke bedankt. En voor jullie komst hier om een mooie reportage toch naar Suriname over te brengen. En als gasten uit Suriname komen, kunnen ze het adres, het juiste adres vinden van Suriname, zeg maar, waar ze Surinaams eten drinken. Dan staan we hier te Plantersrust en inderdaad, het is een drukte van je welste. Het is vrijdagavond en het is de tienerparade. De groepen die komen dus hier voorbij. De mensen hebben heel lang moeten wachten op de groepen. En deze groepen die bestaan allemaal uit leerlingen van verschillende scholen. Zo wordt het carnaval opgebouwd, de tienerparade. En de mensen die hier langs de straten staan, hebben echt heel lang moeten wachten. Maar ze hebben dat geduldig gedaan. Het blijft gezellig. En wanneer de groepen hier langskomen, hier voorbij komen, dan is het één groot feest. Welkom! We lopen de groepen tegemoet. Nogmaals, dit zijn beelden van vrijdagavond, de tienerparade. Het is om 6 uur begonnen. Het is nu rond 11:15 s'avonds. En wat je ziet, dat zijn alleen maar lachende gezichten. De volgende groep. Dit is groep nummer 2. Dit is groep nummer 2. En mensen hebben zich maanden voorbereid op het carnaval. Een beetje de Bresband, zoals we dat kennen in Suriname bij de avondvierdaagse. En er gaat hier iets gebeuren, denk ik. Groep nummer 5. Yes, de tiener! Regional. Onze helper Reginal, die laat ons altijd zien welke groep dat is. Oké, laten we zeggen. SCA Groep Carnaval. Nummer 5. Nummer 5. Simon Gitaar.
het carnaval. En de dame die hier zit, dat is de carnaval queen. Ja, zij is gekozen tot carnaval queen. Echt een beauty. En mooi dat we haar tegenkomen hier op straat. Je woont je bijna in Brazilië, maar dit is gewoon Curaçao. En dan maken we even een babbeltje hier met die mensen. We hebben net gehoord dat jullie van Suriname zijn. Ja. Ja. En hoe lang wonen jullie al hier? Nou, zes. Bijna 20. Bijna 20 jaren. Ja. En genieten jullie elk jaar weer van het carnaval? Ja, zeer zeker. Heel. Wat vinden jullie zo leuk aan het carnaval? En de kostuum? En de gezelligheid en de kostuum. Zijn jullie er elke dag bij? Elke dag bedoel je, elke keer? Elke dag bij hier? Ja. In deze tentje. Dus morgen zien we jullie. Morgen zien we jullie terug. Ja. Ja. Oké, kijk uit naar jullie. Ja, natuurlijk. En ik zie jullie morgen bij ons, volgens mij. Hebben we afspraak. Oké, nou, Curaçao Tadushi. Curaçao is lekker. In principe is dat een van de slogans van de Curaçao Tourism Board. Hallo, mama, zeg het mee. En we hebben een heleboel te danken aan de Curaçao Tourism Board. Die board werkt keihard om Curaçao te promoten. Niet alleen maar in eigen land, maar ook daarbuiten. Daar is die hem. En ook in Suriname houden ze heel vaak activiteiten om Curaçao te promoten. Wij zijn ook goed geaccommodeerd door de Curaçao Tourism Board. En ze laten er geen gras over groeien. Eva Waka! Eva Waka! Van waar ben jij? Jullie zijn van Suriname, no? Wij wel, ja. Jij? Ik ook een beetje. Hoezo een beetje? Een klein beetje. Welk beetje? Hoeveel beetje? Mijn vader en mijn moeder zijn van Suriname. Maar jij bent hier geboren? Nee. Suriname. En luister, deze blauwe shirt, wat zijn ze allemaal? Deze blauwe shirts zijn van Carnavalbru, kijk van haar, die daar staat. En wat is dat? Is het een vereniging of zo? Nee, nee, nee. Schoon, ze hebben hier elk jaar een stand. Maar ben je nu aan het opnemen? En dan staan we hier met Vanessa. Jij bent van het Tourism Board? Ja, ja. Ik ben hier geboren. Nee, van het Curaçao Tourism Board. Ja, ik ben van het Curaçao Tourism Bureau. En wat doet die board allemaal om Curaçao te promoten? We promoten onze beach, onze mensen. En we promoten hoe douche Curaçao is. En wat betekent Curaçao Tadushi? Dat is Curaçao is lekker. Je kan alles hier doen op Curaçao. Zwemmen, lachen, alles doen. Is Curaçao echt zo lekker? Ja, zo lekker, hè? Welkom op Curaçao! Welkom in ons programma en veel succes, veel plezier! Bedankt, hè? Nou, dat was Vanessa van de Curaçao Tourism Board. Zij maken het heel gezellig. De Curaçao Tourism Board werkt keihard om Curaçao te promoten op elke manier. En welke manier is niet beter dan carnaval brengen naar alle andere landen in het Caribisch gebied? Nou, dit is fantastisch. Nummer 7, Ignatius College. Dit is groep nummer 7, Ignatius College. En je ziet dat ze er veel aan gedaan hebben om het helemaal super te maken. Het ziet er fantastisch uit. Ze hebben heel veel werk verzet om het mooi te maken. Ja, en dan zijn we hier bij een hele aparte groep. Zijn jullie uit Suriname? Sorry?
zijn jullie uit Suriname? Nee, ik niet. Wie wel? Ik ben van Curaçao. En wie is wel uit Suriname? Ik weet het niet. Maar dan moet ik het toch even naar hier schuiven. Zijn jullie van Suriname? Nee, we zijn van Curaçao. Ja? Ja. Ooit in Suriname geweest? Nee, nog niet. Neem je me mee? Ik neem je mee. Oké, is goed. We gaan. En dit is nummer 4. Ze zijn een beetje laat. Dit is de groep van Mil. En de variatie qua kleding is duidelijk merkbaar. De groepen hebben echt heel veel tijd besteed aan het ontwerpen van de kleding. Nou, dit is de groep van Radolfus College. Dat zien we dus op hun naambord. Groep nummer 10. Ook zij lopen met een soundtruck, zeg maar. En daarachter de leden van de groep van de Radolfus College. We komen hier mensen van Saramaga tegen. Wat is uw naam? Nijhor. Nijhor? Ja. En bent u speciaal voor het carnaval hier? Ja. Bent u er elke dag geweest? Vandaag de eerste keer toch? Vandaag de eerste keer, no? Ja toch? En hoe vindt u het? Anders. Wat is zo anders? Anders dan die van zondag. Aanstaande. En hoe weet u dat? Omdat ik een andere keer was geweest. Ja. En kijkt u uit naar die van zondag? Ja, absoluut. Absoluut. Hé, hey, veel plezier hè? Ja. Oké. Doe maar de groet aan die mensen van Saramaga. Saramaga en de schuilplaats. Bye bye. Dit is de International School of Curaçao. Groep nummer 12. En zoals wij Suriname internationale scholen hebben, zo heeft Curaçao ook internationale scholen. En ze bestaan waarschijnlijk al 50 jaar, want er staat 50 years strong. Shake it, rattle, roll. The International School of Curaçao. Ja, dat zal waarschijnlijk een juf van de school zijn. En ook hun kleding verschilt heel veel van de anderen. Maar goed, het is een internationale school en ze hebben daarvoor gekozen dus. Ja, gezelligheid hier langs de straten. Het is gezellig. En we zien hier dus de St. Joseph VSBO. Dat moet iets zijn als een technische school. En het werk dat wat ze met zich meeschouwen, dat is echt een kunstwerk wat ze hier met zich meeschouwen. Waarschijnlijk gemaakt door de leerlingen van deze school. De St. Joseph VSBO, de St. Joseph School. Wat voor naam is dat? Is dat van Curaçao? Nee, is van Curaçao. Oké. En jij bent aan de zijkant en niet in de stoet. Waarom niet? Nee, want mijn dochter die heeft jaren meegedaan. Maar nu is ze een student in Nederland. Ze studeert voor rechten.
Dus ze gaan alle filmen en jullie gaan me ook filmen, zodat zij daar in Nederland in die kou kan zien. Jij kan nooit een dochter hebben die rechten studeert. Ik heb je een dochter. Je bent 28 jaar. Nee. Multiply, 40 plus en trots op. Mijn complimenten, is er fantastisch. Dankjewel. Geniet van het carnaval. Jullie ook. Doei. Ik tegen je dochter. Nou, Sherelix. Mama houdt van jou, mis jou, maar je kan lekker onder de deken gaan en we zitten hier te genieten van jou. Doei! En we zijn nu een beetje verder gelopen en het publiek hier is heel gezellig. Dat is de sfeer waar het Curaçaose carnaval uitstraalt. Er wordt niet alleen maar gedanst op straat, maar ook daarnaast. En langs de hele route zie je dit. En als er een camera zit, dan worden ze helemaal gek. En langs de weg zien we verschillende groepen mensen staan met, laten we hier even vragen. Jullie hebben allemaal hetzelfde truitje aan. Welke groep is dit? Dit is de beste groep van de Antje Polar. En wat voor groep is dat nou? Een van de beste groepen, de Polar Polar groep. En het is gezellig, het is gezellig. Ja hoor, altijd, elke jaar. Niet op straat, maar langs de kant. Langs de kant. De beste groep van de hele wereld. Nou, dit zijn de mensen van de St. Joseph groep. Zij zijn de begeleidingsband van de groep Elijah Martyr. Even kijken wat erachter komt. Jij bent de carnavalsqueen? Yes. Hoe heet jij? What did you say? What's your name? My name is Jan Eberon. And you're the carnival queen? Of the teenagers. Yeah. How does it feel? It feels so good. Yeah. Yes. So, what's your role in this carnival right now? Well, I'm the queen and I love everybody in this parade. Do you have time to enjoy it all? Yes. Well, enjoy the rest of the carnival, thank queen. En de carnavalsqueen loopt dus met Elijah Martyr. Dat zien we hier. Wat een fleurige en kleurige groep. Nou, dit is de groep van de Flavor Teens. Kleine groep, maar daarom niet minder gezellig. Ze lopen er vanaf 6 uur en ze hebben toch aardig wat kilometers te gaan. Maar alleen lachende gezichten en het blijft druk. Ze hebben de grootste band ook. Nou, het schijnt dat de Flavor Teens toch wel een grotere groep heeft.
Dit is de band Gio. Ook een hele populaire band op Curaçao. En ze lopen gewoon tussen twee delen van de Flavor Teams. We hebben het eerste gedeelte gehad. En dit is het tweede gedeelte van de groep de Flavor Teams. I love hip-hop en R&B. Nou, dat is de laatste groep van deze tienerparade. We staan nu in de Rode Weg, zeg maar. Ietsje verder dan waar we daarnet stonden. En wat een mooi kunstwerk sjouwen zij met zich mee. Het lijkt een beetje op de farao's. Zo hebben ze zich ook gekleed. Natuurlijk speciaal voor ons. Nou, dit is nog een carnaval queen van Curaçao. Willen we toch even met haar checken. Hallo, wat is jouw naam? Christine. En jij bent een carnaval queen? Ja, klopt. Hoe ben je carnaval queen geworden? Nou, we hadden een verkiezing op 20 januari. Daar werd ik gekozen voor carnaval queen. En hoe vind je dat je queen bent? Ja, gezellig, leuk. En het is een eer om mijn carnaval te... Te promoten, ja. En wat moet jij doen als carnaval queen? Moet jij het carnaval uitdragen? Ja, ik moet alle parades lopen. En ja, ook mensen helpen en motiveren. En ik ben ook een role model voor andere jonge dames. Dus ja, ik moet ook volunteer work doen de hele jaar door. Ja. Een hele zware job, hè? Ja, klopt. Ben je niet moe? Nee, niet echt. Je kan lekker doordansen? Ja. Heel goed. Geniet ze, hè? Ja, veel plezier. Dankjewel. Nou, Candice of Carnaval. Candice of Candyland. Lekkers van Curaçao. Nou, Emma zegt wel eens de eerste zullen de laatste zijn. Nummer 1 loopt hier. We hebben begrepen dat ze een beetje laat waren. Dus ze zijn door de organisatie als laatste groep ingeschoven. En zij gaan deze tienerparade hier voor ons in de Rode Weg afsluiten. Super gezellig, het is nu 11:30 s'avonds en ze hebben nog wat kilometers te gaan. Maar zo hebben wij u laten proeven wat er hier allemaal gebeurt bij de tienerparade, de tienerparade bij het Curaçaose carnaval. We zijn in de Rode Weg, het is geweldig druk, het is geweldig gezellig. Mensen gaan niet naar huis,
Mensen blijven gewoon hier. Het is almost midnight, maar nobody leaves. Dit was een terugblik dus op wat zich vrijdag heeft afgespeeld bij de titelparade. En blijf ons volgen met veel meer carnavalnieuws vanuit Curaçao. Voor het vervaardigen van schoolpasjes, bedrijfskaarten, identiteitskaarten, lidmaatschapskaarten, toegangskaarten en dan van goede kwaliteit moet je echt zijn bij Dynasoft. Ze staan aan de Prinsessenstraat 85B. Maar Dynasoft doet veel meer dan dat. En om dat te weten te komen gaan we praten met de manager technische diensten Carlo. En daarvoor gaan we naar binnen. Nou, daar zijn we binnen bij de heer Carlo. Carlo, goedemiddag. Goedemiddag. We praten over Dynasoft. Wat is de core business van Dynasoft? De core business van Dynasoft is het adviseren, creëren, begeleiden en het maken van bedrijfs-ID's. ID's voor gemeenschap, voor bedrijven, badges, etc. En wat onderscheidt Dynasoft van anderen? Nou, wij zijn gespecialiseerd erin. We werken ook met gerenommeerde en gespecialiseerde bedrijven in het buitenland. En wij kunnen badges produceren met de meest geavanceerde veiligheidsfeatures. En dat is toch iets wat de gemeenschap de laatste tijd heel veel naar vraagt. Om features in te bouwen die eigenlijk waar iemand niet zomaar kan aanmaken. Geef daar eens een voorbeeld van. Bijvoorbeeld, er kunnen woorden in op een badge geplaatst worden die met het blote oog niet leesbaar zijn. We kunnen stempels in de badge laten emboseren, dat ze voelbaar zijn. En dat kunnen custom-made stempels zijn. En van zo'n stempel bijvoorbeeld is er dan maar één van. Alleen het bedrijf die het gebruikt, die heeft zo'n stempel in een printer. Dus we praten over de kwaliteit. Wat kunnen we zeggen over de kwaliteit van Dynasoft? Kwaliteit van de badges bedoelt u? Dan is het, we gebruiken alleen maar Europese materiaal, PVC-kaarten, die volgens Europese standaarden zijn. Het zijn dezelfde standaarden eigenlijk als wat de banken ook wel gebruiken. Dus wij leveren ook voor banken en voor, noem maar op, bedrijven, het zijn kaarten met chip, zonder chip, allemaal volgens Europese standaarden. En naast het vervaardigen van kaarten, doen jullie ook andere dingen? Ja, we verkopen ook eventueel de apparatuur om de badge zelf te maken. Dat begeleiden we de klant helemaal erin. We maken het design voor ze, we creëren het. We begeleiden de software, de hardware wordt dan aan ze verkocht. En dan mogen ze zelfs hun badges maken. Verder verkopen we ook nog wat apparatuur aan banken en doen wat consultancy. En tenslotte Carlo, stel een bedrijf wil een product bij jullie afnemen, een kaart laten maken. Wat is de procedure, wat is de werkwijze? De procedure is dat we eerst de klant wat vragen gaan stellen. Zoals van wat voor soort kaart moet het zijn. Is het een gewone blanco PVC kaart, is het een kaart met een chip? En dan moet de klant ons gegevens aanleveren. Zoals logo's en wat ze eigenlijk op de kaart willen. En als dat eenmaal besproken is, dan gaan we nog verder kijken van oké, wil je ook nog een veiligheidsviertjes erin? Wil je ze gelamineerd hebben? Laminaten die kunnen we in diverse, dat is een plastic laag komt erover en die kunnen we op diverse manieren leveren ook. 3D-dimensionaal, noem maar op. Met UV-verlichting, noem maar op. Dat bieden wij allemaal extra aan als veiligheid. Verder, het ontwerp? Dan wordt het ontworpen, dan gaan we het ontwerpen. Dan maken we een stuk of 3-4 ontwerpen van voor de klant. En dat bieden we aan. Dan zeggen ze oké, kijk, dit wordt het, dit kan het worden. En dan mogen ze alsnog wijzigingen eraan aanbrengen. Oké, ik wil dit niet, ik wil dat, ik wil bij dat niet. En dan gaan we dat aanpassen helemaal tot er een eindresultaat komt. En het eindresultaat, dan gaan we mee verder. En dat,
worden de klanten worden uitgenodigd om zijn met foto's en mogen ze naar hier komen. Dan worden er foto's gemaakt. Of mijn collega hier achter mij die gaat naar ze toe en die gaat foto's maken. Anderzijds mogen ze altijd hier binnenlopen om een foto te maken. En dan worden de kaarten dus gemaakt. Ja. En de prijzen zijn concurrerend? De kwaliteit van het product is de prijs ten volle waard. Nou, meer hoeven we niet te zeggen. Voor uw kwaliteitskaarten moet u dus zijn bij Dynasoft. System and Time Solutions. Ze staan aan de Prinsessenstraat 85B. Nou, goeiedag. Het is inderdaad een terugblik, want het is vandaag zaterdag. Het is 5:00 PM en we staan hier de Bandabouw. Ik ben er met onze gids, zal ik maar zeggen, Reginald Tokay. Hij is van de Curaçao Tourism Board en hij staat ons altijd bij. Reginald, hoe gaat het? Oké, goed hè. Goedemiddag. Suriname, goedemiddag. Welkom op Curaçao. Direct van Bandabouw Carnaval. Dit is de westkant van het eiland. De carnaval begon met Serima Molina en dat eindigt tot het Barber. En nu is het 5:00, hoe laat zijn ze begonnen? Ze zijn begonnen 3:00. Ja, 3:00 zijn ze begonnen, step op tijd. Dus na, laten we zeggen, 6:00, 6:30 zijn ze al hier. Oké, maar gisteren waren we in Willemstad. Zijn het hele andere groepen die vandaag lopen? Ja, andere groepen, maar we hebben 3-4 scholen die er mee gaan doen. Uh-huh. Want zo maakt het heel groter. Want de carnaval van Bandabouw is alleen maar 6 groepen. Maar van andere banen, 4 scholen meegedoen, lekker. En eigenlijk hebben we vandaag een klein beetje regen. Niemand mag zich druk daarom, hè? Nee hoor, we hebben toch geen sneeuw hier, dus de regen is goed voor ons hoor. We smelten toch niet, okay. Het is lekker. Ja, en hoe lang duurt het voordat ze hier komen? Anderhalve uur zo. Anderhalve uur, dan krijgen we de grote muziek, grote parade van Bandabouw. Dus eventjes afwachten en van Suriname, zodat jullie zien hoe onze carnaval is, verschillende kanten van Nederland. Vandaag is het westkant. Morgen is de grote carnaval oostkant van het eiland. Nou, dat was Reginald Tokay, is de man die ons begeleidt, heel goed begeleid ook. Maar wat opvallend is dat mensen uren zitten te wachten langs de straat. Ze maken zich totaal geen zorgen. Het is een groot feest, dat carnavalsfeest. Er is van alles, er is eten, er is drinken. Onze mensen hebben zo net American Donuts gegeten. De mensen maken zich absoluut geen zorgen. Ze zijn uren voordat hier de groepen arriveren, zitten ze al klaar. En ook nadat de groepen vertrokken zijn, nadat de groepen gearriveerd zijn, blijven ze nog uren zitten. Het is een totaal groot feest. En wat ons opvalt is dat we, als we kijken naar de overkant, dat we een Surinaamse vlag zien. Dus wij gaan even daar naartoe, naar die meneer met die Surinaamse vlag. Ja, hij filmt onze cameraman. Even vragen, hoe gaat het met u? Goed. Wat is uw naam? Ruben Admodi Mejo. Ruben Admodi Mejo. En dit is mevrouw Admodi Mejo. En dit is dokter Admodi Mejo. Ja. U bent op vakantie? Ik ben op vakantie. En heeft u al iets meer meegemaakt van het carnaval van vandaag pas? Nee, we hebben afgelopen woensdag, donderdag, de kindercarnaval meegemaakt. Dit zijn mijn kleinkinderen. Hey. Maar ze waren op de opvang en de opvang die had de carnaval gevierd. Uh-huh. En daar hebben we ook een gedeelte meegemaakt. En u heeft ervan genoten? Ja hoor, zeker. Oké. En dit is de dochter. Ja. Hoe heet jij? Ik heet Journey Admodi Mejo. En jij woont op Curaçao? Ik woon op Curaçao. Hoe lang ben je al hier? 10 jaar. Wauw, je wil niet meer naar Suriname? Nee. Waarom niet? Vertel. Omdat het hier gewoon gezellig is. Ik zeg niet dat Suriname niet gezellig is, maar dit is anders. Ja. Dit is mijn thuis. Jongen, 10 jaar hier, heb je 10 jaar carnaval meegemaakt? 10 jaar carnaval meegemaakt, maar nooit op Bandabouw. Dit is voor het eerst. Jij woont niet op Bandabouw? Ik woon niet op Bandabouw. Waar woon jij dan? Ik woon op Klein Sint-Michiel. Het is Bandariba. Oké. Mensen, je hebt het gehoord, want dat kennen we maar al te goed. Hè. Klein Sint-Michiel is Bandariba. En waarom ben je vandaag speciaal hier gekomen? Omdat mijn ouders speciaal voor carnaval zijn gekomen. En dan wil ik gewoon de hele programma carnaval met hun meemaken. En ze logeren bij jou? Ze logeren bij mij. Hoe vind je dat? Geweldig. Ja? Super. Hey, geniet ze, zou ik zeggen. Zeker. Ja, ajo. Hey. Doe maar een groet aan Suriname. Ajo, Suriname. Wat is uw naam? Ik ben Jelplet. En u zit in het parlement? Ja, ik ben lid voor het parlement van Curaçao. Oké, bent u van Bandabouw? Nee, ik ben niet van Bandabouw, maar ik hou hier van het gezelligheid, het familiekring hier in Bandabouw. Dus voor mij is Bandabouw een speciale plek hier op Curaçao. Wat maakt Bandabouw zo speciaal voor u? De unie van de mensen. De
unie van de mensen, de cultuur van Mandabouw. Het eten, het drinken, het samenhorigheid, dat is Mandabouw. En nu komen heel veel mensen voor het carnaval van Curaçao hier. Is dat jullie beste exportproduct? Ja, carnaval is een van onze beste exportproducten hier van Curaçao. En wat maakt Curaçao carnaval zo super? De creativiteit, de gezelligheid, de muziek, de mensen die altijd samenkomen, dat maakt Curaçao uniek in het carnaval. En heeft u ooit eens gelopen in de carnaval? Nee, nooit gelopen, maar altijd aan de kant om genieten. De mensen te supporten? Ja, altijd. En vandaag bent u er weer? Correct. Hey, heel veel plezier. Okay, bedankt. Even, doe maar een groeten aan Suriname. Wij zijn van Suriname. Hè? Een groeten van Suriname. Mijn vader is ook afkomstig Suriname. Ik ben plat, dus salut op Suriname. Nou, we hebben halve Surinaamse parlementariër hier op Curaçao. Dankjewel. Ja, en je bent parlementariër. Ja, ik ben net op de staat. Leuk, hartstikke leuk. Zo zie je dat Surinamers dus overal zijn. En nu sta ik met mijn gezicht naar die kant. En dan zie ik weer een Surinaamse vlag. Dus we gaan gewoon weer oversteken. Papa Cabrera. Ik ga lekker, ja. Hoe heet jij? Reiner. En wie zijn al deze mensen? Dat zijn allemaal vrienden. We zijn allemaal uit Nederland gekomen op vakantie. Een paar van zijn Antojaans, Surinamer ook hier, Nederlanders. Vriendengroep, gezellig, je ziet dat. Hoe lang ben je al hier? 3 dagen denk ik. 10 dagen. 6 woensdag in ieder geval. Vorige week woensdag. En is dit het eerste gedeelte van carnaval dat je meemaakt? Of heb je al iets gezien? Gisteren heb ik de teenagers gezien. Was kort, maar wel leuk. En dan nu zijn we hier aan het wachten op de mooie opkomst. Dus, En we enjoy, want die groepen zijn er nog niet, maar hey. Jullie vervelen je niet, hè? Nee. We maken ons prima. De drank is er. De weer is prachtig. Dus gaat prima. Helemaal gezellig hier. En nu weten we dat ze in Nederland ook carnaval hebben. Ja. Is er verschil tussen Curaçao carnaval en Nederland carnaval? Ja, dit is het, hè. Dit is een Caribbean, hè. De warmte, hè. De warmte. Alles. Dat mis je niet. En Nederland kan je gewoon carnaval in regen vieren. Hier heb je dat niet. Hier is het lekker warm, perfect. Dus. Oké, en misschien moeten die dames het niet horen, maar wat doe jij naast carnaval? Dat moeten ze niet horen. Hé, hey, een fijne dag verder. Hetzelfde, dankjewel. Doe maar een groet aan Suriname. En het is nu 6:15. Het is zover dat de groepen hier aankomen. Bij het laatste gedeelte in Mandabouw. Een aantal groepen wordt begeleid door live bands. Zoals deze groep, die eerste groep. En we keren ons op en we zien dus de lopers aankomen. Dat is de koningin van Mandabouw, La Reina de Mandabouw. Ja, elke plek heeft dus zijn eigen koningin. En het is de carnavalskoningin van Mandabouw, La Reina de Mandabouw. Het publiek heeft urenlang gewacht op de deelnemers. Ze zijn er eindelijk en het feest is nu bijna compleet. Er wordt gedanst op straat, er wordt gedanst op de trottoir. Het wordt gedanst in elke stand. Er wordt gegeten, gedronken. Wat een nationaal feest voor Curaçao. Ja.
man. Nou, we staan hier met een hele hoge gast. Goedenavond, mevrouw. Uw naam is? Marilyn Alcalá-Vallee, minister van Cultuur. U bent minister van Cultuur? Onder andere, ja. Waarom vindt u het belangrijk om erbij te zijn bij het carnaval? Want carnaval is een nationaal feest. En met carnaval kan je creativiteit loslaten gaan. Je kan heel lekker socialiseren. En je kan gewoon lekker genieten van het leven. En we vinden het belangrijk dat het volk naast de gewone zaken ook een beetje geniet van het leven. En denkt u, het duurt nu al een paar dagen, we gaan naar het einde toe. Heeft u het idee dat het geslaagd carnaval is 2018? Ja, heel erg geslaagd, want we hebben gekozen voor Groepen Jack. Dat is de groep die de carnaval op Curaçao organiseert. Zeg maar heel Curaçao. En op bandenbouw hebben we Fondation Carnaval Bandenbouw, die het in deze area organiseert. En tot nu toe is het heel goed gegaan, want we hebben aangegeven dat we dat samen willen doen. En ze hebben goed laten zien dat we samen kunnen werken. En dit is een verslag dat we maken voor de Surinaamse televisie. Heeft u iets te zeggen tegen Suriname? Ja, natuurlijk. Ik wil u vragen om dit jaar, als het kan, vandaag nog te komen. En als het niet lukt, volgend jaar. Veel plezier, minister. Dank u wel, zelfs. En de gezelligheid, die zie je hier langs de straten. Dit zijn niet eens deelnemers, maar dit zijn gewoon mensen die zijn komen kijken naar het grote feest. En leeftijd maakt niet uit, geslacht maakt niet uit. Religie maakt niet uit, groot of klein maakt niet uit. Iedereen viert het feest. Mensen dus blijven staan, lopen wij een stukje verder, een tweede groep. Dit is kleur en kleur. En het valt heel erg op dat het alleen maar de wandelaars zijn, maar iedereen doet mee aan dit feest. Dit is een groep van kleintjes. Super gekleed. Smile 100-100. Dat zien we dus op het naambord van de groep staan. Het is een groep van hele kleine. En we lopen een beetje verder. Dit zijn echte kleintjes die nu al uren op straat zijn. Nou, dit zijn de candies van Curaçao. Van de beste carnavals ter wereld heeft. Brazilië is natuurlijk aan top, maar Trinidad en Curaçao, die vertegenwoordigen het gebied van ons bijzonder goed.
Verder is ook een beetje later, is het 6:50 s'avonds. We zijn nog steeds zaterdagavond hier in Bandabouw. En we brengen dus een terugblik van wat zich afgelopen zaterdag heeft afgespeeld in het westelijk gedeelte van Curaçao. Het carnaval te Bandabouw. Zo wordt op verschillende plaatsen in Curaçao het carnavalsfeest gevierd. En het is het uiterste westelijke punt van Curaçao te Bandabouw met hun eigen carnaval. De buurt is ook heel typisch, meer een volksbuurt kun je zeggen. Heel gezellige mensen overal, langs de hele straat en bij elke bar, bij elke winkel is het gezellig. En natuurlijk maken er groepen er het allerbeste van. Dit is een lekkere kleine groep, maar echt de groep van Bandabouw. Ja, één arm en de andere arm en zuig op je duim. Is het gezellig hier op straat? Sowieso, wat denk je dan? Wat doe ik hier? Ja. Genieten toch? En jij bent van Curaçao zelf? Ja. Van Bandabouw? Nee, ik ben van Nederland, maar ik ben van carnaval gekomen, dus ik geniet ervan. Ja, want je kwam met de verwachting, hè? Voldoet het aan die verwachting? Voldoet het aan die verwachting, deze carnaval? Ja, echt. Mooiheid en gezelligheid. Echt, ik geniet ervan. Is iedereen van Suriname? Jullie zijn van waar? Ik ben van Suriname. En jullie? Curaçaoenaar. Curaçaoenaar? Je bent praat. Hoe heet jij? Ik heet Diesje. Oké, je danst liever... Diesje Lemmert. Lemmert? Ja, Lemmert, no. Ja, maakt niet uit. Lemmert is een Surinaamse naam, hè? Maar daarom Diesje Lemmert. Oké. Ja. En je geniet wel, zie ik, hè? Zeker. Laat een beetje zien hoe je danst. Dat is Diesje Lemmert, dat. Nee, maar jij moet een beetje voor ons dansen. Voilà. We staan hier met een hele belangrijke figuur natuurlijk. De man die hier zingt, dat is de koning van de Tumba. En je merkt dat
populair. Heel erg populair. De tumba is een onderdeel van het carnaval. Een heel belangrijk onderdeel. Waarbij dus een koning wordt gekozen. En het is de rij van de tumba. Had Bandabouw niet kunnen wensen bij de groep van Carimelio. En ze hebben het gemaakt. Ze weten dat zij de laatste groep zijn. Een beetje oppassen voor de auto's. Ze weten dat zij de laatste groep zijn. En wat een gezelligheid is het tenslotte geworden hier in de straten van Bandabouw. Waar de groepen zo meteen zullen eindigen. Het is... Ja, Reginald, wat vond je ervan? Oh, mooi hoor. Lekker. Veel nog goed dansen. Wat meer? Suriname. Hier is Curaçao, hier is Versiere, hier is de feest. Ik wil jullie ook zien volgende jaar hier in Bandabouw. En Jan, wat vond jij ervan? Geweldig, ja. Als je me verrast, je ziet het, allemaal feest overal. Blijf feesten, Suriname moet er altijd bij zijn. Ja hoor. Nou, en zo gaan we dit gedeelte hier in Bandabouw afsluiten. Achter de camera staat Horacio en Jan. We komen nog met veel meer beelden, dit was gewoon een terugblik. Maar het hele mooie komt nog. We zien je zo terug. Hoi. Nou, dan staan we hier dus in de stand van Lagoon. En ik sta hier met Shandy. Ja, klopt. Shandy, hoe gaat het met je, jongen? Wat zeg je? Hoe gaat het met je? Gaat lekker nu. Ja, ja. Het is carnaval, dus het gaat goed, hè? Ja, daarom. Lekker nu. En we zijn staan met een vriend, familie, dus altijd lekker. Oké, okay, ja. Vertel, wat is Lagoon? Lagoon is een dorp in Bandabouw, aan de andere kant van Curaçao. En we zijn altijd samen, we zijn familie van elkaar, dus vrienden. Dus dat zijn we. En tijdens carnaval komen jullie hier, wat komen jullie hier doen? Ja, elke jaar maken we een stand, dan komen we hier staan. Familie komen, vrienden, we drinken, we eten. Wat je ziet, muziek, dus gezelligheid. En hoe is het elk jaar gezellig geweest, hoe is het dit jaar geweest? Wat zeg je? Het is elk jaar gezellig geweest, hoe is het dit jaar geweest? Ja, elke jaar is het gezelliger, dus elke jaar wordt het, komen meer mensen erbij. Wordt het groter, ik denk volgend jaar gaan we daar achter staan, dus ja, elke jaar groter worden. Ja. Krijgen jullie ook mensen van het buitenland, buiten Curaçao? Jawel, ik zelf kom uit Nederland. Ik kom elke jaar hier om te staan hier. Familie komen hier, mensen uit de andere kant van Curaçao komen ook hier staan. Dus gezellig. En vertel me, wat maakt deze stand van Lagoon zo gezellig? We zijn broeders van elkaar. We zijn niet van nee, ik ken je niet. We staan gewoon als broeders hier, zusterbroeders. We omhelzen elkaar, dus gezellig altijd. Ja. Oké, okay, en nu ben jij je bent de ambassadeur van Lagoon. Ja. Je bent de ambassadeur van Lagoon. Ja, ik moet de camera er even bij halen. Je bent de ambassadeur van Lagoon. Ja, voor iedereen die kijkt, geef een boodschap namens de mensen van Lagoon. Zoals je ziet, we zijn altijd samen. Ik ken deze mevrouw niet eens, maar ik sta gewoon met haar, omhelzen met haar. Dus dat is het. Ja. Hey, veel plezier verder en wij komen terug in Lagoon. Oké, dankjewel man.